Vrijdagmiddag debatteerden lokale politici op uitnodiging van staat in wijkcentrum Dukenburg in Meijhorst over het grootste stadsdeel van Nijmegen, Dukenburg. Journalist Rob Jaspers en het publiek ondervroegen de deelnemers over diverse onderwerpen. Zo bleek er brede steun bij de politici voor Skevenhuizen in Dukenburg. SP-lijsttrekker en wethouder Renske Helmer bestreed het beeld dat er te weinig zorgwoningen in dit stadsdeel gebouwd zijn de afgelopen jaren en dat de bewoners elkaar te weinig ontmoeten. De meningen waren verdeeld over of er meer geld naar het verwaarloosde Dukenburg moet. Maar er was wel draagvlak voor meer regie voor de bewoners over de besteding van het budget. Het belang van kleine winkelcentra aan de wijken werd door de meesten benadrukt. Ondanks de wilheid aan gevoelige onderwerpen werd het debat echter nooit echt scherp. Naast de partijen die al in de gemeenteraad zitten, waren ook de Partij voor de Dieren en Ouderenbelang Nijmegen aanwezig.